Je gaat je bedrijf verkopen. Wat zijn dan de juridische aspecten met name waar je op moet letten? In deze video de vijf belangrijkste tips gegeven door de jurist van Marklink. Welkom bij 7D TV. Ik noem je even de jurist bij Marklink, maar je bent niet de enige. Hè, nee, 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 zeker niet. Nee. Nee. Hoeveel collega's heb je? We zijn in totaal met z'n achten uh, momenteel. En, ja. en MarkLink, even voor duidelijkheid: een, uh, als ik het heel plat zeg, een bedrijfsmakelaar. Jullie, bedrijf, jullie helpen bedrijven in het verkopen of koop. Ja. Ook. Hoeveel ja. mensen zijn jullie in totaal? We zitten nu op zo'n 240 man. Hey. Ja. Goed hard, hè? Het gaat heel hard. ja. Uh, de juridische aspecten van het verkoop van je bedrijf. Je hebt vijf tips meegenomen die we als kapstok gebruiken om eens in te zoomen op, uh, op de verschillende aspecten. De eerste die je hebt meegenomen is wat je hebt genoemd het tijdstip uh, inschakelen adviseurs. Ja. Uh, vertel. Nou, ik, dom, ik, in mijn praktijk zie ik het niet zo heel vaak meer hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Omdat wij natuurlijk als Marklink het concept ja. hebben dat we vanaf het begin betrokken zijn bij een overnameproces. Ja. Maar het, ik ben ook advocaat geweest en in het verleden is, is echt wel voorgekomen dat je pas heel laat in het proces wordt ingeschakeld. Ja. En wat je dan als risico hebt is dat uh, koper en verkoper denken dat ze een afspraak hebben en denken ook te weten dat ze op één lijn zitten, uh -huh. maar dat al snel in het proces blijkt dat dat helemaal niet het geval is. En dan heb je dus eigenlijk al de eerste verstoring in het overnameproces. Ja. En wat is op tijd? Ja, het liefst voordat jij in gesprek gaat met een potentiële koper, inhoudelijk zeg maar de onderhandelingen voert dan sowieso. Mm. Werk jij meestal voor de, uh, voor de verkopende partij of ook voor de kopende? We doen allebei. Maar nooit tegelijk, ja. kan ik me voorstellen. Nee, toch? nee, bij voorkeur niet. Alleen als mensen dat heel graag willen, maar dat, dat is gewoon wel. Dus kleven risico's aan. Hè? Want ja. In het begin vindt iedereen elkaar aardig. En gaandeweg het proces, ja, kan dat anders worden. En om dan nog te gaan switchen naar een, een, een tweede advocaat is. Is uh, ja ook dat is weer een verstoring eigenlijk van het proces waarin je zit. Ja. Dus nee, bij voorkeur. Gewoon aan beide kanten hebben hun eigen adviseurs. En wat is het verschil? Want je hanteert, je zegt net advocaat, jij bent jurist, wat is het verschil eigenlijk? Een advocaat uh, mag ook procederen. Ah. Dus die is beëdigd door de, door de rechtbank. En uh, dat is eigenlijk het enige verschil. Wij zien heel veel advocatenkantoren die MA ook of die gespecialiseerd zijn in MA. Ja. strikt genomen daarvoor hoef jij geen advocaat te zijn. Um, dat je niet procedeert. Wij procederen niet. Nee, we hebben ja. dat er gewoon niet bij. Wij vinden die match ook niet, niet heel makkelijk. Want zo'n overnamepraktijk vereist gewoon wel wat inzet. Ja. En het is ook uh, onvoorspelbaar. En als je dan ook nog allerlei procedures doet, dan, uh, dan is dat lastig te combineren. Uh, wij zijn denk ik qua mensen ook niet zo gericht op procederen. Wij zijn geen straatvechters, om het oneerbiedig te zeggen. Ja. Wij vinden het juist heel belangrijk dat je in zo'n overnameproces... juist goed met elkaar door één deur kan. Ja. Dus dat je de sfeer ook goed houdt aan tafel. Ja. En dat zit ook een beetje in je karakter. Kijk, ik heb het wel gedaan hoor, in het verleden. Ik kan het ook. En ik, ik zie ook zeker het nut wel van uh, het ook aan de andere kant zitten... procederen over wat er fout gaat in overnames. En dat hebben wij ook wel zo ingericht dat we die kennis ook wel in mm -hmm. huis halen... Mm -hmm. Uh, maar het is niet. Uh, maar nou ja, jouw vraag was: wat is het verschil? Dat is het verschil. Voor het procederen, ja. Ja. Tweede tip is: constructieve, uh, ervaren advocaat inschakelen. Zijn er ook, ook anderen dan? Uh, ja, dat is eigenlijk een beetje van wat ik zo net zei: hè, over als jij echt een procesadvocaat bent, dan heb je een andere mindset. Dan onderhandel je anders. Dan speel meer met het mes op tafel en veel meer ja, die vechtersmentaliteit. Wat niet zo goed is als jij in zo'n nee. proces van in zo'n M&A. Want uh, voor de duidelijkheid, hoe vaak komt het voor dat... een Want ondernemers komen met jullie, die gaan in zee met Marklink om hun, zeg even, uh, hun bedrijf te verkopen hè, voor, de, voor het gemak. Zit jij er dan automatisch bij... Um, nou, in de meeste gevallen is dat wel hoe het gaat. Ik denk dat wij ongeveer 90% van de, van de zaken, van de projecten die, die wij doen als Marklink, dat we die ook juridisch begeleiden. Ja. Maar het is niet verplicht. Oké, okay, het is geen verplichte winkelnering, nee. zeg maar. Nee. Want hoe, um, hoe groot is het verschil tussen een, een, een jurist, noem ik het even, en een jurist zoals jij, die gespecialiseerd is in dit soort trajecten? Is het echt een groot verschil? Ja, ik vind het een groot verschil. Het, het... Um, het zit hem enerzijds in, als je, als je veel ervaring hebt in MA, dan, dan weet je ook wat, wat de markt zo'n beetje inmiddels ontwikkeld heeft aan standaarden. Mm -hmm. Dus je krijgt geen exotische discussies meer over zaken waarvan wij als MA-advocaten en juristen allemaal vinden dat, dat we dat nou inmiddels wel hebben uitgekristalliseerd in onze contracten. Mm -hmm. Dus het is voor de efficiëntie van het proces, uh, is het van toegevoegde waarde. Uh, en wat ik zeg, zo net wat ik zei over uh, de, de sfeer aan tafel, uh, hmm. al die advocaten die dit dus op dagelijkse basis doen, die, uh, die zitten eigenlijk wel zo in het proces. Die is dat het woordje wat je constructief ja. uh, uh, noemt ook? Ja. Kijk, we hebben geen ruzie. Hè? We, nee. we onderhandelen wel. We hoeven het ook niet altijd met elkaar eens te maar zijn. In dus principe het is er een handel. gemeenschappelijk belang. Er is een gemeenschappelijk belang en dat vraagt om een andere mindset. Je hebt geen ruzie, je bent in onderhandeling en dat is, dat ja. is uh, een groot verschil, vind ik. Wat is het verschil tussen? Want Marktlink heeft dan zeg maar, specialisten die aan tafel zitten, die die, die, die ondernemer echt begeleiden. Jij zit er dan als jurist bij. Ik kan me voorstellen dat je dan, ik beeld me dan in dat er, dat er een grote vergaderkamer is waar dan ook die andere partij, daar zit dan ook, weet ik veel, de ondernemer of de, de partij. Daar zit dan, die heeft misschien ook een adviseur, whatever. Daar zit dan ook een jurist bij. Hoe is die rolverdeling dan? Waar, spreek jij daar dan met de partners van Marktlink dingen over af? Waar, waar Wiens gebied zit? Um, de, dat is eigenlijk niet meer echt nodig. Wij weten wel waar ieders expertise zit. Bij ons is heel duidelijk dat alles wat gaat over de cijfers. Mm. Dus alles wat, wat echt corporate finance gerelateerd is. Ja, daar gaan mijn collega's over. Ja, ja. En de typisch juridische aspecten. We, maken, we noemen het altijd, um, is iets um, juridisch of zijn het commerciële punten? En als ja, ja, het commerciële het. punten zijn, dan zijn mijn collega's aan zet. En als het juridisch is, dan is dat mijn taak. En heel vaak zie je in het proces ook wel voordat we die grote tafel inrichten met al die partijen. Mm. Dat de juristen al hebben gesproken met elkaar over de typische juridische punten. Om te kijken of we daar samen uit kunnen komen. Zodat je niet aan tafel uh, iedereen vermoeit met het juridisch geneuzel. Wat zijn de belangrijke, even los van we hebben nog drie tips te gaan hoor, maar die, ik weet niet of we dingen gaan herhalen straks, maar de kracht zit ook vaak in de herhaling. Wat zijn met name vanuit jouw praktijkpunten, noem, misschien kun je er een paar noemen waarvan je denkt, oh ja, maar dit, dit, gaat echt, dit zijn vaak aandachtspunten of hier gaat het fout of hier denkt de ondernemer nooit over na of hier zitten risico's? Ja, wat, wat, wat ik altijd in het begin belangrijk vind om uit te leggen, in het begin van het proces eigenlijk al, en dat, dat blijf ik nog een paar keer doen, is uh, het hoe en waarom. Van uh, het koopcontact. Waarom is het ingericht uh, zoals het is ingericht? Mm. Um, en dat realiseren heel veel ondernemers zich niet. Zeker in het MKB. Ja, heel veel mensen zijn gewoon begonnen met ondernemen. Uh, en die zeggen: die, die, die zien niet dat je, uh, als, je als je verkoopt, dat zo'n koper legt een groot bedrag in. Ja. En die vraagt daar wat voor terug. Die vraagt namelijk dat jij ervoor instaat dat je onderneming klopt. Ja. En dat is een garantie zetten. Eigenlijk is dat beetje de laatste tip ja. die uh, ja, die ja, niet, niet staan. Ja. Um, en dat is voor sommige ondernemers gewoon een verrassing. Die zeggen: ja, maar hoezo? Ik ben toch ook gaan ondernemen en al heb alle risico's uh, genomen. Ja, ja. Nu kopen zij. dus Vanaf nu is het voor hen. Maar zo werkt het niet. Um, en dat is omdat een koper natuurlijk heel veel geld betaalt. Dat is wat jij zegt: het koopcontract, het hoe en waarom van garanties die je als verkoper geeft aan een koper. Ja. Laten we die tip dan maar meteen pakken. Want hoe kan ik als ondernemer? Uh, stel even ervan uitgaande dat we een volledige exit doen. Dus ik verkoop 100% van mijn bedrijf, uh, we signen de deal en I'm off. Ik heb gezorgd dat dit een goede directie is, dus die bedrijf kan zonder mij. Even ideaal glad scenariootje, en ik ben eruit. Ja. Dan kan ik daarna toch niks garanderen? Nee, je garandeert ook niks richting toekomst. Ah. Maar het gaat natuurlijk over het verleden, over de periode dat jij aan het roer hebt gestaan. En natuurlijk, er wordt onderzoek gedaan, uh, due diligence onderzoek, dat klopt. Het wordt ook allemaal onderzocht, dat is ook in je eigen belang. Mm -hmm. Um, maar een, een, kijk, als, je, als ik een tafel of een stoel verkoop, dan zegt de wet um, dat uh, die stoel en die tafel die moet voldoen aan wat je ervan mag verwachten. Nou, bij een stoel nee. is het heel duidelijk, dan mag je daar niet binnen drie maanden doorheen zakken. Ja, maar hoe zit dat met ondernemingen? Dat ja. is natuurlijk veel minder duidelijk. Ja, en, maar hoe zit dat dan met ondernemingen? Dat spreek je dus af in een ja, koopcontract. Ja. En dat is elke keer anders? Dat is elke keer anders. Maar wat ik zeg, we hebben, een we hebben ook wel bepaalde standaarden ontwikkeld. En dat helpt gewoon in het proces, dat je daar niet meer over discussieert. Dit is gewoon gebruikelijk. En het is ook niet uh, onredelijk om dat mm -hmm. te geven. Mm -hmm. uh, en langs die lijnen maak je zo'n koopcontract. Iedere onderneming is natuurlijk anders. Ga jij dat soort gesprekken dan ook al aan, helemaal aan het begin? Ik kan me voorstellen dat je in het begin al heel veel kan ondervangen, voordat je überhaupt aan tafel gaat met een potentiële koper. Dat jij al zeg maar, in het begin met zo'n ondernemer zegt van luister. Als we naar een koopcontract toe willen, hoe zit het daar en daar en daar en daar mee? Hoe werkt dat? Ja, wij brengen natuurlijk al heel veel in kaart yeah. um, van de onderneming zelf. Dus bepaalde risico's komen dan al naar voren. Meestal is de loi fase de fase dat ik aan tafel kom. En dan leg ik ook al het een en ander uit over hoe ziet dat koopcontract er dus straks uit. Want daar maak je al wel globaal ja. wat afspraken over. Want dat is jouw derde tip. We gaan lekker kriskrass erheen. Ja. Heerlijk. Ja, ja, dat maakt niet uit. <laughs> dat is eerder aan mij dan aan jou. Maar dat vind ik leuk. Wel of geen letter of intent opstellen. Uh, dat is een term die je veel hoort in de verkooptraject uh, kun je uitleggen wat is zo'n letter of intent wanneer komt die in beeld uh, hoe het werkt en moet je hem inderdaad ja of nee opstellen ja een letter of intent is nou ja de intentie overeenkomst ja. um, en die stel je op als je een keuze hebt gemaakt voor je koper dus er zijn biedingen uitgebracht is over onderhandeld ja. dit gaat een worden en dan gaan we dus afspraken maken over het vervolg van het proces dat is eigenlijk de belangrijkste functie van zo'n uh, van zo'n LOI je zet erin wat hebben we tot nu toe besproken, wat zijn de uitgangspunten. Dus wat, wat is zeg maar, de waardering die de koper uh, geeft aan de onderneming. Um, je spreekt exclusiviteit af. Hè? Want vanaf dat moment worden er kosten alleen... gemaakt ja. aan de kant van de koper. Die gaat een heel onderzoek doen. Uh, dus die wil wel graag exclusief aan tafel zitten. En maar we zeggen daarbij ook, het is geen definitieve overeenkomst. We kunnen er nog, we kunnen nog van de onderhandelingstafel weglopen. Ja. Maar je zet wel wat piketpaaltjes neer en je spreekt wel met elkaar af dat je dat niet zomaar doet. Maar dat je dat doet als er bijvoorbeeld uit het due diligence onderzoek echt dingen komen. In principe gaan we dat doen mits, uh, Ja, de, Er de zitten wat voorbehouden nog aan. Is inderdaad. de prijs al bepaald dan? De pr het principe van de prijs is bepaald. Hè? Je, je neemt vaak op. Dit is de ondernemingswaarde. We gaan zo nog een correctie doen. En over dit, soort, uh, dit soort onderwerpen worden nog onderzocht. Mm -hmm. uh, dus ja, in principe is de prijs bepaald. Dat is wel je, je uitgangspunt. Maar ja, ja, er wordt niet voor niks nog een onderzoek uh, gedaan. Dus gedaan. Komen we zo meteen ja. op. Als het gaat om die letter of intent, um, komen er wel eens deals voor. Dat is verplichte kost, toch? Die letter of intent. Die wordt toch altijd opgesteld? Wij doen niet? het altijd, omdat het. Een belangrijke functie heeft dat je um, aan verwachtingen management doet. Hè? Ja. Dit, en dit is wat ik bedoel met scha schakel schakeltijdig een adviseur in. Hier wordt duidelijk, zitten we op één lijn. En, en wij als, als adviseurs wij weten waar je van mening over kan verschillen. Dus dat mm. is het, op dat moment al een onderwerp van gesprek. Ja, je zei net al even, ik sprak vorige week toevallig een ondernemer en die zei uh, die zijn bedrijf had verkocht. En die zei, een van de lessen die ik geleerd heb is dat de letter of intent echt wat anders is dan een deal. Hmm, uh, zeker. Maar Want hij zei van ja, je wordt toch een soort van... Ja, er staat wat bedragen in. En zij zei, ik was toch een soort van een beetje mijn geld al aan tellen en zo. En toen, uiteindelijk was de deal, namelijk met die partij, was geklapt. Ja. En uiteindelijk zijn ze weer teruggegaan. Uiteindelijk heeft zijn bedrijf succesvol verkocht, maar aan een andere partij. Ja. Dus zijn les was echt van besef je dat de letter of intent wat anders is dan een deal. Dat is dus ook dat is zo. is ook zo, ja. 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 Want er moet nog een hele belangrijke fase volgen: het onderzoek naar je, naar je bedrijf. Ja. Die, ja, die letter of intent, hè, dat, is de, uh, hoe, dat is het eerste moment dat jij als jurist aan tafel komt ongeveer. Uh, ja, voor het mooie zou het beter zijn als we wat eerder aan tafel komen. Namelijk ook al in de fase dat je je bedrijf. Um, verkoop klaarmaakt. Ja, nou, verkoop klaarmaakt, dat. Maar ook op het moment dat je bijvoorbeeld een informatiememorandum gaat schrijven, dat je dan al onder een paar onderwerpen kort onderzoekt. Ja, even of voor dat... duidelijkheid, dat is ook zo'n term die je veel hoort. Wat is een informatiememorandum? Dus ja, het is eigenlijk de reclamefolder voor je bedrijf. Dat, hè? Ja. En die stuur je naar de markt, naar de potentieel geïnteresseerden. Precies. En op basis daarvan komen er geïnteresseerden die zeggen, hé, hey, daar willen we meer van uh, weten. Daar willen we meer van weten. Ja. Um, wat zijn complexe juridische, even concreet, in je echt jouw vak? Wat zijn dingen waar je echt je tanden in kan zetten Oh, dit is een interessante casus. Is, wat heeft het. Met, ik kan me voorstellen, iets met vastgoed, of familiebedrijven, of dingen die in elkaar zitten en die uit elkaar moeten worden getrokken. Wat zijn complexe juridische dingen die jij tegenkomt in jouw werkveld? Ja, dat is vaak wel inderdaad de herstructurering. Hè. Je, je verkoopt soms bedrijven die hebben allerlei vestigingen, ook in het buitenland. En dan wil zo'n koper niet alles overnemen. En dan word je. Dat vind ik interessant om te kijken. Hoe werkt ja. dat dan in het buitenland? Hoe ontvlecht je dat? Ja. Uh, dat, dat zijn hele... Ja, je komt van alles nog wat tegen. Ook, ook dingen uit het DD bijvoorbeeld. Uh, ja. Waar je flink in kan vastbijten. Ja, laten eens over die DD. Want dat is ook een tip die je hebt meegenomen. Informatievoorziening tijdens due diligence onderzoek. Wat DD is. Voor de, voor de kijker die twijfelde. Waarom is dat belangrijk? En wat schiet je er zelf mee op als verkoper? Ja. Nou? Ja, kijk. Het is een beruchte fase hè, in ja, het verkooptraject. Klopt. Ja, het wordt eigenlijk vrijwel altijd onderschatten door ondernemers hoeveel tijd dat kost. Hè. Maar ja. het is wel een ontzettend belangrijke fase, want hoe werkt dat? Er wordt een dataroom geopend en er komen allemaal uh, informatie in aan de hand van de vragenlijst die zo'n koper opstelt. Stellen jullie zo'n dataroom in of, of doet de verkoper ja, dat? Ja, dat doen, dat doen wij. Ja, En de verkoper die moet dan data aanleveren? De verkoper moet, uh, moet data aanleveren aan de hand van de vragenlijst die zo'n koper opstelt. En juridisch gezien is dat een hele belangrijke fase. Ja. Want wij spreken namelijk af in het koopovereenkomst dat um, alle informatie die je deelt in een dataroom, dat dat bekend is bij de koper. Dus dat daar geen discussies meer over mogen en kunnen ontstaan nadat, uh, nadat je bij de notaris hebt gezeten. Dus dat is voor jouzelf als verkoper dus heel belangrijk dat je zoveel mogelijk informatie deelt. Um, dus dat is. Uh, dus het is niet alleen maar vervelend. Het is ook heel nuttig voor jouzelf ja. als verkoper om daar. Uh, Ze, merk je ja. wel eens dat verkopers dan informatie toch liever achter willen houden? Uh, nou, eigenlijk niet. Nee. Dat zou ook niet goed zijn. Nee, Eigenlijk alle ondernemers die ik spreek, die zeggen ja, er is niks aan de hand. Ik heb gewoon een prima onderneming. Ze mogen alles zien. Hm. Waar je wel eens mee worstelt op het moment, maar dat is een hele andere uh, een heel ander probleem. Dus als jij overgenomen wordt door je concurrent, ja, wil je dan al openheid van zaken geven. En dan... Voordat er een deal is gesloten. Ja, dat is best een ding. Dat is lastig, ding. hè? ja, ja. de kun je wel afspreken, we houden alles geheim. Maar ja, ja nee, hoe dus. hard is dat? En dus moet je dat risico dan maar nemen? Nou, ja, daar zijn wel oplossingen voor. Uh, daar kun je verschillende dingen over afspreken. Dat je bijvoorbeeld dat proces faseert: hè? dat je eerst alles uh, anonimiseert. En bepaalde informatie afschermt. En andere mm -hmm. informatie geeft. Waar ze wel wat mee kunnen, maar waar ze niet meteen misbruik van kunnen maken. Om het uh, oneerbiedig te zeggen. Ja. Yeah. Uh, of dat je inderdaad alleen informatie aan een professioneel dealteam geeft en niet aan de koper nee. zelf. Ja, 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 ja. Daar, daar moet je dan goed over nadenken. Hoe je dat wilt. Hoeveel vragen worden er gemiddeld gesteld in een due diligence fase aan de verkopende ondernemer? Uh, heel veel. Tenminste, dat is altijd wat ik terugkrijg als ja. ik dan aan tafel kom voor de koopovereenkomst. Zijn ze allemaal wel een beetje moe van due diligence? Honderden fase. heb ik gehoord. Ja, dat klopt. Ja. 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 En wat ik ook wel eens hoor als kritiek, maar ik weet niet hoe jij daar als jurist naar kijkt, is dat, dat ik ook wel ondernemers sprak, die zeiden van, ik krijg en dan krijg je elke keer weer dezelfde vragen. Dus dat mensen dan weer terugkomen met dezelfde vragen die al een keer gesteld zijn. Herken jij dat, of is dat meer de frustratie van een ondernemer? Um, ja, ja dat, dat komt omdat bepaalde thema's natuurlijk bij verschillende onderwerpen aan de orde komen. Ja. Yeah. Dus ja, ik snap, ik snap de frustratie. Maar ik weet ook hoe het werkt als je zo'n dd doet. Dat dit ook niet realistisch is. Dat je dat kunt voorkomen. Nee. Ik snap de frustratie hoor. Maar dat, ja, daar ja. moeten we wel even doorheen. In een andere ondernemers zei ook van ja. En als, 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 op het moment dat je één antwoord geeft. krijg je weer drie nieuwe vragen. Ook terug. dat. Ja. <laughs> ja, ja. Uh, hm. Dat betekent ook dat het voor een ondernemer best. Kun je dit uitbesteden als ondernemer? Ik bedoel, jullie pakken natuurlijk veel op. Um, het is niet... Kun je als ondernemer zeggen... Nee, jongen, zoek het maar uit, Mark Link. Regel dat allemaal maar. En je uh, nee, dus. hebt toegang tot alles. En ik ga nee. lekker mijn ding doen. Nee. nee hè? Dus ja. het is gewoon een baan erbij. Eigenlijk. Ja, het is een baan erbij. Maar ja. het, is, het is die ondernemer zelf... die de ins en outs van zijn bedrijf uh, kent. Dus ja. ja, daar ontkom je niet aan. Hoe lang duurt zijn due diligence? Uh, liefst een week of vier. Uh, vier tot zes weken. Daar moet je, je rekening mee houden. Ja. Ja. Dat, een, dat zijn intensieve weken? Ja, dat zijn zeker intensieve weken. Ja, en dan, dan heb je ook wel uh, meerdere mensen nodig. Hè. Vaak heeft een onderneming natuurlijk belangrijke mensen... Uh, die, die alles van, van de financiële administratie weten en zo. Dat, ja, die heb je dan ook nodig hm. in die fase. Heb jij als jurist uh, ook vakkennis over de onderneming zelf? Of is dat weer die scheidslijn tussen de adviseurs van Marketing... en jouw rol als jurist? Ja. Dat, dat... Het boeit jou eigenlijk niet wat die onderneming doet? Um... Of nou, boeien, dat klinkt heel... Uh, maar ik bedoel, dat, is dat relevant, wat de inhoud is van dat bedrijf? Ja, dat is wel relevant ja. voor, voor de risico's. Maar dat, dat komt vanzelf ook in dat due diligence-onderzoek naar, naar voren. Want een koper, die kijkt ook zo naar de onderneming. Ja. En die zal gericht vragen stellen op specifieke ri risico's voor deze onderneming. Dus ja, dat, daar, daar kom ik ook mee in aanraking. Ja. ja. Dus ook voor mij relevant. Dan, de, dan ook even terugkomt op die laatste tip. Uh, want daar hebben we het al een klein beetje over gezegd. Maar het koopcontract, het hoe en waarom uh, van garanties die je als verkoper geeft aan een koper. Ja. Daar heb je het al het een en ander over gezegd. Maar laten we even komen. Want we hebben al een mooi een aantal zeg maar, fases gedefinieerd. Hè, van het uh, informatie memorandum noem je het. Hè. Zeg maar de, de verkoopbroschure. De, op, dan komt de letter of intent op een gegeven moment met een exclusieve partner. Dan ga je due diligence in. Even in de in de ideal flow, zeg maar even zeggen. En dan uiteindelijk ga je de deal doen. En dan moet er een koopovereenkomst worden. Uh, uh, vastgesteld. Hoe ga je die fase, want dat kan me voorstellen dat dat klinkt als oké, okay, dat is het laatste fase en dan is tekenen, maar dat is natuurlijk super cruciaal wat daarin komt. Ja. Hoe pak je dat aan? En hoe vaak gaan dan nog alarmbellen af dat mensen weer denken, oh. dat uh, valt eigenlijk ook wel mee hoor. Ja? Dus, ja, Dit is niet de meest leuke fase vaak voor ondernemers, hè? Nee. want die, uh, nou ja, die zijn goed in andere dingen vaak. Ja. Um, dus dat, je, ik, wat ik, ik vind het leuk om um, ondernemers, het klinkt misschien een beetje onerbiedig bij de hand te nemen. Maar ik vind het leuk om uit te leggen uh, waarom er dingen staan die er staan, yeah. uh, en om dat ook in normale taal te doen. Uh, dus de echt hele, hele, want er zijn natuurlijk hele juridische uh, yeah. onderwerpen die daar op een juridische manier worden opgeschreven, omdat dat nou eenmaal in de juridische wereld het, uh, het, yeah. het duidelijkst is. Yeah. Maar voor een ondernemer is het vaak moeilijk leesbaar en uh, een droge kost. Dus wat ik dan doe is, ik, als ik zo'n overeenkomst, of ik krijg hem van de kant van de koper, of ik stel hem zelf op, het eerste mm -hmm. concept. Mm -hmm. het is gewoon in, in normaal Nederlands uitleggen per onderwerp wat staat er en waarom staat het er zo en waarom hebben we het er zo neergezet. Dus je hebt eigenlijk een soort kopie van de, van de koopovereenkomst in Nederlands taal. Als het ware. Om ja, maar oor... dan in mijn hoofd. Ja, ja, ja precies. Ja. En daarmee ga je. En dan zegt die ondernemer op een gegeven moment: oké, okay, als dat het is, dan klopt het. En dan zet hem maar op. Ja, hier sta ik achter. Ja. ja. En dan. Uh... Vind je dat niet. Uh, ja, ik ben geen jurist, dat is duidelijk. Maar vind je dat niet eng? Want als jij nou juridisch gezien dingen fout opschrijft. waardoor ik als verkoper na een half ja. jaar gebeurt er iets. Dan denk: ja, damn. Ja. Uh, ben jij dan? Dan ben je niet aansprakelijk, waarschijnlijk of zo. Hè? hoe werkt dat dan? Nou, persoonlijk niet. Maar nee. als, wij, als wij fouten hebben gemaakt, ja, dan, dan dat is dat natuurlijk niet. Dat is dat, heet uh, uh, dat dan? Heb je, 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 je al verzekering gedaan. voor? Ja, ja, ja. maar dat komt niet voor. Ik nee, oh, ja. nee, nee, nog maar. niet. Nee, precies, maar jij verstaat je vak, want dat is het. Ja, natuurlijk. Ja, wij zijn allemaal specialisten. Ja, ja. Wat zijn de ontwikkelingen op uh, juridisch gebied? Zie je dat er dat hebben jullie ook te maken met weet ik veel, um, een, een nieuwe wetgeving? Uh, vooral wat, wat speelt daar op dit moment allemaal? Ja, wij hebben uh, zo'n koopovereenkomst, is echt contracteren. Het is niet zo dat dat voortvloeit uit een wet of zo. Nee. Um, en dus de, de belangrijkste veranderingen qua wetgeving zitten vaak in de onderneming zelf. Hè? Die Bijvoorbeeld milieuregelgeving of AVG. Dat zijn allemaal van die thema's die worden hmm. steeds belangrijker. ESG, hè? Uh, Environmental, yeah. Social en Governmental. governmental. Ja. Dat, um, dat zijn nu de nieuwe thema's. En je ziet dat kopers daar ook, ook kritischer naar kijken. Ja, 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 dat, dat zie je wel gebeuren. Ja. En voor de rest is een koopovereenkomst is contracteren. Dat is gewoon opschrijven wat we met elkaar willen afspreken. Hoeveel pagina's heeft de koopovereenkomst? Nou, je moet wel, het begint al snel bij 40. En dan komen er nog allerlei bijlagen bij. Dus ja, ja dit ja. is wel een... Het is wel een ja. eh, Tot slot, uh, jullie opereren steeds internationaler ook als Marktlink. Uh, hoe werkt dat uh, jur juridisch? Want het speelveld, heb ik het idee, zeker door grote private equity partijen, het wordt steeds meer een soort internationaal speelveld. Hoe werkt dat juridisch? Qua... Waar, snap je, wat ik bedoel, als, als is het simpel als een Nederlandse onderneming is, dan is het Nederlands recht of ja. dat is het? Ja, dat is het. Het gaat om de, de, de target, zoals we dat noemen. Ja. Um, als dat een Nederlandse BV is, dan is de overdracht van de aandelen in zo'n bv wordt beheerst door het Nederlands recht. Oké. Okay. Um, en dan is het wel handig als je ook het koopcontract naar Nederlands recht inricht. Ja. Dus um, in dat soort situaties, als het gaat om een Nederlandse BV die wordt overgenomen, contracteren wij eigenlijk altijd naar Nederlands recht. En dan schakelt zo'n buitenlandse investeerder, dus een Nederlandse jurist in als koper. Ja. En dan zitten wij meestal even, wij doen heel veel verkoop, dus dan zitten wij aan de kant van de verkoper en zo'n investeerder heeft dan zijn eigen team. En dat zijn uh, ja, heel vaak wel ons bekende partijen. Wij komen elkaar regelmatig tegen in de markt. Dus ja, ja, ja. het is, is een heel eigen wereldje, is het hè? Ja, het, het wordt wel echt gedomineerd door specialisten. Ja. Ja. En dat vind ik dus heel prettig werken. En dus is dat eind de partij, denk ik, van het verhaal, als het voor jou prettig en efficiënt werken is, dan is dat ook voor de benefits van de van de ondernemer. Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja, helder boodschap. Dankjewel Christine dat je mijn gast was. Voor nu dankjewel voor het kijken of dankjewel voor het luisteren. Hoi.